staan nu bij de achtertuin van het centrum van No Name en we gaan even kijken hoe het daar binnen werkt. Kom je mee? Het zou natuurlijk heel gezellig zijn als nog iemand open deed ook. Maar goed, we gaan het gewoon via de voordeur proberen. En ik zie jullie straks. Ah, gelukkig. De voordeur staat gelukkig wel altijd open bij No Name. We gaan even kijken hoe het binnen is. Ik had een paar vragen voor jullie. Jullie zijn de groep No Name. En wilde ik aan u vragen, wat betekent No Name? No Name betekent dat wij hebben tot nu geen vast naam aan deze groep. Wij zijn vrijwilliger, begonnen met een workshop, met voorbereiden voor een feest, vast Ramadan. Hey! Oh, wat mooi, wat mooi. Wat tabbele, hè? Ah, hij is echt perfect. 175 ascenden. Wat is het hier? Leuk. Portemonnee kwijt. Wat? Ik ben mijn portemonnee kwijt. Ja, portemonnee kwijt. Huis. Mijn portemonnee? Ik ben mijn portemonnee kwijt. Rachid Larousse. Wie is Rachid Larousse? Ja, Rachid Larousse. Ik ben 22 jaar. Ik kom uit Leiden. Ik studeer in Amsterdam. Ja, mijn hobby is theater en kunst. Ik ben het zat, ja? Look, ik ben het zat al dat gezeur hier. Snoekje, dat is mijn familie, snoekje. Met je zus en die vriendinnen kon het helemaal geen. Wat mij nog storen? Ik ben alleen maar chagrijnig op mijn werk en niemand begrijpt er meer wat van. Hé, hey, luister. Ze gaan morgen. Over 2 dagen gaan ze weg. Ik ben blij als ze weg zijn, ja? Hé, stop. Jullie mensen gaan ze maar demmen. Hé. Vrede ik toch. Ik ben Nadia, ik ben bijna 27 jaar. Ik kom uit Amersfoort. Ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd en ik ben op dit moment op zoek naar werk. En ik doe dit acteren in mijn vrije tijd erbij. Het is mijn naam. Ahmed Salah Fattah. Kom. Zo toevallig dat ik je tegenkom. Was je in de buurt of zo? Ik was even bij de douche. Oh. Waar moet ik je boodschap laten? Zet maar op de keukentafel neer. Is het verder? Ja, gaat wel. Wat dan? Ja, weer problemen met Helen. Wat dan? Waar is hij eigenlijk? Ik heb toch alleen maar problemen met hem. Nou, weer dan? Dit keer, zijn zus is gekomen. Ja? Die heeft een vriendin meegenomen. Mm-hmm. En ze loopt alleen maar kritiek op mij af te leveren. En ze loopt te stoken tussen mij en hem. Ja? Ik word helemaal gek van. En wat zegt Helen? Ja, die zegt van het is mijn zus en je moet even volhouden. Ze blijven maar een week. Ik heb met hem gepraat gisteren en ik praat wel weer met hem. Ik kom er wel uit, maar ik moet met hem praten. Nee. Mohamed Shara, wie ben jij? Zoals je al net vertelde, ik ben dus Mohamed Shara. Ik zit tegen 27. Ik studeer nog op dit moment. Ik verdien nog niks voor mijn brood. Het is wel de bedoeling dat ik later wel wat ik zou moeten verdienen. Het liefst zou ik eigenlijk een acteur willen worden. Dat word je niet zomaar 1, 2, 3. Dan zul je natuurlijk weer ervaring moeten opbouwen. Wie ben jij? Wat doe jij? Wat wil jij? Heb je hem gezien? Ja. Al-Akh Abdelhak, die regisseur van Mara TV. We zijn voorbereiden om dat los te maken en film te maken van binnen en buiten. Heb je hem gezien? Ja. Heb je hem gezien? Maar en ons cultuur, Marokkaans cultuur of Marokkaans theater, daar missen een heleboel. We missen een heleboel van door schrijver, van door de leerling en leraren. Dus eigenlijk de theater, Marokkaans theater of algemeen de theater is niet bekend voor Marokkaans hier in deze land. Ik ben een beetje zat van jou. Misschien. Gezaakt met mijn zusje elke keer. Hé. Hey. Hey. Morgen komt vader. Hey, en dat is gewoon afgelopen, hey. Ja? Hey. Hey. Hey.
Hé? Stutterzinnen, met de zwoelen. Afgelopen is het, ja? Ik ben het gezeik een beetje zat. Je gaat een keer met je zus praten. Klaar. Ik sta hier bij de grote baas van Mara TV, Abdel Akapoun. Abdel, waarom heb jij besloten om de theatergroep No Name een kans op Mara TV te geven? Nou, dat was een heel goed idee. Ahmed die komt met een idee, Menin komt met een idee. Dus Rashid, Mohammed, Fatim Zahra, Nadia, noem maar op, Teh allemaal. En er zijn nog een paar andere mensen die komen ook nog bij. Dus ik denk dat het wordt heel, in een hele korte tijd, een heel mooie productie. De klas is gekomen, Zwarte Piet, die heeft helemaal snoepjes genomen. Snoepjes! Nee, 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 nee. Zwarte Piet! Sinterklaas! Oh, je noemt het hier niet. Ik hoor je.